Welkom op het kanaal van de meesterinleren.nl. Deze video gaat over de activerende werkvorm checken in duo's. Na het bekijken van deze video weet je hoe je checken in duo's kunt toepassen in je werk als leraar, waarom deze werkvorm zorgt voor effectief leren en hoe je de werkvorm blendend kunt inzetten door gebruik te maken van ICT. Het inzetten van checken in duo's in de les heeft 4 stappen die ik in deze video toelicht. Voordat ik dat doe, eerst wat context over de werkvorm. In de activerende werkvorm checken in duo's controleren de leerlingen elkaars antwoorden op vragen. Hierdoor worden de leerlingen eindverantwoordelijk voor de kwaliteit. Checken in duo's is een zeer geschikte werkvorm wanneer je als docent snel de antwoorden wil controleren waarbij het goede antwoord duidelijk omkaderd is. Denk bijvoorbeeld aan meerkeuzevragen of uitwerkingen van oefensommen. Activerende didactiek zorgt ervoor dat de kennis beter opgeslagen wordt in het lange termijn geheugen. Dit vergroot het leerresultaat van de leerlingen. Als je dit proces in zijn geheel wil begrijpen, raad ik je aan om de volgende 3 video's te bekijken. 1. Voorwaarden voor activerende didactiek. 2. Assimilatie en accommodatie. En 3. De werking van het geheugen. In het algemeen kent activerende didactiek 4 voorwaarden die je dan ook terug kunt zien in de werkvorm checken in duo's. 1. Het leren en denken van de leerlingen wordt geactiveerd. 2. Het leren en denken van de leerlingen wordt zichtbaar. 3. Jij en je leerlingen doen iets met de opbrengst. En 4. In de meeste gevallen benut je ook de samenwerking tussen de leerlingen. Dan nu de 4 stappen van de activerende werkvorm checken in duo's. De eerste stap is individueel antwoorden. Elke leerling voert de opdracht of de opdrachten individueel uit. Stap 2 is checken in duo's. Elke leerling vergelijkt zijn antwoorden met die van een medeleerling. Mochten er verschillen zijn in de antwoorden, dan zoeken ze gezamenlijk naar het juiste antwoord. Stap 3 is het checken met duo's. Deze stap is optioneel. Hierin vergelijken de duo's hun antwoorden met de antwoorden van een ander duo. Als laatste stap 4, checken in de klas. Hierbij worden alleen de vragen beantwoord waarover binnen de duo's geen overeenstemming is bereikt. De andere leerling wordt daarbij ook aangesproken. Checken in duo's is goed online vorm te geven, bijvoorbeeld als huiswerkopdracht. Hierbij heb je wel een ICT-toepassing nodig, zodat de leerlingen online hun antwoorden kunnen delen en hierover kunnen communiceren. Als je op zoek gaat naar een ICT-toepassing, begin dan binnen de digitale leeromgeving van jouw school. Dit zorgt ervoor dat de leerlingen niet onnodig veel belasting van verschillende systemen ervaren. Een document in Office 365 of andere plek om samen te werken is al voldoende. Zelfs het opsturen van antwoorden en communiceren via WhatsApp kan voor deze werkvorm. Voor een geslaagde online samenwerking van de leerlingen is het van groot belang dat de opdracht helder is. Dus zorg voor een instructie volgens het volledige instructiemodel. Omdat er tussen de instructie en de uitvoering van de taak veel tijd zit, is het ook goed om deze instructie online te delen. Geef waar nodig nog meer houvast door scaffolding toe te passen in de vorm van invulschema's of stappenplannen. Bekijk voor meer informatie ook de video's over blended learning, volledige instructie en scaffolding. En dan zou ik het gewoon eens proberen. Checken in duo's op afstand. Speciaal voor het implementeren van nieuwe theorieën zoals activerende didactiek in de onderwijspraktijk heb ik een lesvoorbereidingsformulier ontworpen. Je kunt het formulier downloaden via de Community voor Leraren. Ik heb een link naar de community in de beschrijving van deze video gezet. Tijdens de activerende werkvorm checken in duo's controleren leerlingen elkaars antwoorden op vragen en worden de leerlingen eindverantwoordelijk voor de kwaliteit. Deze activerende didactiek zorgt ervoor dat kennis beter opgeslagen wordt in het lange termijn geheugen. Dit vergroot het leerresultaat van de leerlingen. Alle activerende didactiek kent 4 voorwaarden die je terugziet in deze werkvorm. 1. Het activeert het leren en denken van de leerlingen. 2. Het maakt het leren en denken van de leerlingen zichtbaar. 3. Jij en je leerlingen doen iets met de opbrengst. En 4. In de meeste gevallen benut je ook de samenwerking tussen de leerlingen. Checken in duo's kent 4 stappen. 1. Is het individueel antwoorden. Elke leerling voert de opdracht individueel uit. 2. Is checken in duo's. Elke leerling vergelijkt zijn antwoorden met die van een andere leerling en zoekt de juiste antwoorden. 3 is het checken met duo's. De duo's vergelijken in deze stap hun antwoorden met een ander duo. Deze stap is optioneel. En 4 het checken in de klas. Hierbij worden alle vragen behandeld waarover de duo's geen overeenstemming hebben bereikt. Checken in duo's is goed online vorm te geven, bijvoorbeeld als huiswerkopdracht. Hierbij heb je wel een ICT-toepassing nodig, zodat de leerlingen online hun antwoorden kunnen delen en hierover kunnen communiceren. Ook een volledige instructie is erg belangrijk voor het laten slagen van online samenwerking. Ik zou zeggen, probeer het eens. Checken in duo's op afstand. Er zijn meer activerende werkvormen waarmee je het leerrendement van je leerlingen verhoogt. Bekijk de reeks over activerende didactiek voor meer informatie en uitgewerkte voorbeelden van activerende werkvormen. Klik op de link in het scherm om deze reeks video's te bekijken. Voor meer informatie over onderwijs, leren en lesgeven kun je ook een kijkje nemen op de Community voor Leraren.